We hebben het de vorige keer gehad over hepatitis A. In het rijtje komt vanzelfsprekend nu hepatitis B. En toch is dat een hele andere ziekte. Het heeft een hele andere manier van besmetting. Helemaal niet via het voedsel of via besmet water. Maar het wordt voor bloed- en lichaamsvloeistoffen overgebracht. Het is een echte seksueel overdraagbare aandoening. Hij komt alleen bij mensen voor. Is veel moeilijker te krijgen dus dan bijvoorbeeld hepatitis A. Maar toch is in de wereld 1 op de 5 mensen met hepatitis B besmet. Dat zijn 2 miljard mensen. En 350 miljoen van die mensen komen ook niet meer van die hepatitis af. Die hebben chronische hepatitis. En het is met zo'n ingewikkelde besmettingsweg toch nog altijd 1000 maal besmettelijker dan AIDS. En het is uiteindelijk dus een ziekte waar we toch ongeruster over zijn dan hepatitis A. We weten dat in de tropen 90% van de kinderen besmet zijn en die worden al door hun moeder, die positief is, besmet bij de geboorte door het bloed wat daar toch heel veel bij vrijkomt. En bijna al die kinderen, ook tot 90% van die kinderen, krijgen uiteindelijk chronische hepatitis. Dus heel veel mensen dragen dat hepatitisvirus in hun leven en brengen het weer op anderen over. En een reiziger, of een expat, of een werker in de tropen kan het heel gemakkelijk oplopen door seksueel contact. En daarbij is het contact van man op vrouw 3 keer zo groot de kans als vice versa. Maar naast seks en geboorte is ook drugsgebruik een belangrijke overbrenging. En instrumenten op bijvoorbeeld een EHBO of in een ziekenhuis. Of een tattoo. Of naar de tandarts gaan. We weten wel dat tandartsen disposable artikelen gebruiken. Ik ben recent nog in een tandartspraktijk in Afrika geweest. Daar zag ik allemaal disposable dingen liggen. Maar toen ik in de uitkookpan keek, lagen daar de disposable mesjes en tangetjes gewoon in die uitkookpan. Dus dat betekent dat het toch wordt hergebruikt met alle risico's van dien. En we weten dat ongelukken in de tropen in een klein hoekje zitten. En de kans om een EHBO te bezoeken toch behoorlijk groot zijn. Dus die kans op hepatitis is helemaal niet niks. En we weten dat het ook vaak helemaal nog niet eens zo zichtbaar is. Maar 50% van de mensen krijgt geelzucht die hepatitis B krijgt. En dus inderdaad kun je dan wel ziek worden, wel besmettelijk zijn, wel uiteindelijk chronische hepatitis krijgen, zonder dat je gemerkt hebt dat je bent besmet. 15-20% van de mensen die uiteindelijk die chronische hepatitis hebben, kunnen doodgaan aan de complicaties daarvan. Dus het is ook niet een ziekte die je kunt verwaarlozen. Acute hepatitis is ernstig, daar kan je aan doodgaan, maar in het algemeen gaat het over. Maar als het eenmaal chronische infectie is, is het alleen na uitgebreide behandeling in een centrum wat daarvoor doorgeleerd heeft, goed te behandelen. En hoe kan je het voorkomen? Je gezonde verstand, seksueel contact, de allerbelangrijkste overbrenging, voorkom besmetting, onderbreek die cyclus. Maar daarnaast is vaccinatie, als het goed is gegeven en goed gecontroleerd of je ook antistoffen hebt, absoluut een goede bescherming tegen hepatitis B.